Op mijn 18e ben ik wiskunde gaan studeren met maar één doel. En dat was docent worden. Dat leek me een prachtig beroep. En dat is het ook. Om te komen tot heel goed onderwijs op elke school heb ik de afgelopen jaren de onderwijsvisie voor mijn partij mogen ontwikkelen. Wij moeten zorgen voor goed en veilig onderwijs. Dat is de simpele toetssteen voor al het beleid. Met zijn jarenlange inzet voor goed onderwijs heeft Paul de levens van kinderen, ouders en leraren veranderd. Onder Pauls bezielende leiding regelde D66 miljarden voor het onderwijs in dit regeerakkoord. Waarmee de Rijke Schooldag, een dag met cultuur, sport en muziek, voor ieder kind werkelijkheid is geworden. Ook is de loonkloof in het onderwijs gedicht. Zodat leraren in het basisonderwijs eindelijk de waardering krijgen die ze verdienen. Namens de kinderen en leraren in Nederland, Paul, bedankt. En wat fijn voor ons dat jij je goede werk voortzet in de Eerste Kamer.